Ik heb 1000 euro gegeven in totaal aan wildvreemde mensen om cadeaus voor mij te kopen. Voor mijn verjaardag. Dat is de video van vandaag. Ik ben eigenlijk nog lang niet jarig. Het is pas op 19 mei. Het duurt nog eventjes, maar dan weet je het nu wel. Dus op 19 mei verwacht ik grandioze festiviteiten. Vorig jaar heb ik een week te vroeg gedaan alsof het mijn verjaardag was. En dat was fucking grappig. Gezelligste dag ever. Dit jaar dacht ik, wat kan ik nou doen? Wat is geinig? Wat is geestig? Toen zag ik een aantal video's van YouTubers waarin ze andere YouTubers vroegen om cadeaus voor hun te kopen. Maar dan betalen ze het zeg maar wel zelf. Begrijp je? Toen dacht ik, ik kan wel weer YouTubers gaan lastigvallen. Maar misschien is het leuker als ik kijkers vragen om dat voor mij te doen, want jullie kennen mij misschien wel het best. Jullie kijken het, jullie supporten. Nou, dan vind ik het zonde dat jullie je eigen geld moeten gebruiken om dan die cadeaus te kopen. Dus dacht ik, ik financier de boel even. Eigenlijk koop ik dus indirect cadeaus voor mezelf, maar boeien, is leuk. Oh, even wachten. Vind je altijd lullig als editors geluidseffect van scheten eronder zetten? Dat kan echt niet. Ja! 12 prachtige cadeaus in totaal met een waarde van 1000 euro. Oké, daar zijn we dan. Ik kan niet wachten, jongens. Let's go! Ik word trouwens 25. Ik voel me oud. We beginnen met deze joepel. Nogmaals, dit zijn dus kijkers van mij. Die hebben cadeaus gekocht waarvan ze denken, oh, dat vindt Calvin wel leuk, denk ik. Ik heb ze allemaal ongeveer 100 euro gegeven. Fuck is dit? Is dit gek? What the fuck is dit gek? Hou je bek. Nou, dit is een lekker begin van de video, jongens. Ik ben trots op mijn kijkers dat ze me zulke soort puberale dingen geven. Ik zal het even laten zien. Dit is zoiets wat je niet koopt voor jezelf. Maar het is toch best wel vet om te hebben. In de volksmond wordt dit volgens mij ook wel pocket pussy genoemd. Jezus, het lijkt wel zakkie sojasaus bij de sushi gek. Lotion. Ha! What the fuck? Wacht even. Dit is zeg maar de bedoeling. Beter kan ik dit niet uitleggen, jongens. Tering, hé. Wat een bijzonder apparaat. Nou, die komkommer mag ook wel even weg. Ik denk dat we direct het meest puberale cadeau gehad hebben. Laten we doorgaan met de volgende, namelijk deze. Ik wil de persoon die dit van mij gekocht heeft bedanken. Ik weet niet wie je bent, maar bedankt. Even kijken. Ik vind het ook... What the fuck is dit? Holy shit. What the fuck, hé. Hey? Mario Kart Live Home Circuit. Hé, wat de fuck? Wacht, ik ga even een filmpje kijken. Dit hebben jullie goed bedacht. Dank jullie wel. Bring the kart racing action to life. Wait, yo. Oh my god. Mi poi poi mi tati katuki. Mi stavo. Kaulo hart. Dit is fucking gruwelijk. Ik bedoel, die pocket pussy. Oké. Okay. Maar dit. Ik krijg vanmiddag een paar vrienden over de vloer. We gaan het even uitproberen, ja? Nou, dat was leuk. Ik moet het nog doen. Maar bedankt. Bedankt voor het cadeau. Graag gedaan. Oké, op 19 mei ben ik dus jarig. Mocht je nou denken, oh, dit is een vet idee om naar Calvin te sturen. En je hebt een paar euro over. Of niet. Je maakt het zelf. Of je jat het uit een winkel. Je moet het allemaal maar zelf weten. Ik ben niet aansprakelijk. Oké, laten we dat duidelijk hebben. Stuur het naar dit adres. En als het leuke cadeaus zijn. En als het genoeg cadeaus zijn. Kijk, als ik er nou 2 krijg, dan is het een beetje lullig om er een hele video over te maken. Maar als het er een aantal zijn. Plus, ze zijn ook nog spraakmakend. Dan maak ik er een video over. Genaamd. Kijkers stuurden mij cadeaus en dit gebeurde er. Titels bedenken is alsnog altijd lastig. Cadeau nummer 3. Your surprise. Spread a little happiness. Ik vind het wel leuk om een beetje happiness te verspreiden. Bro, ben je serieus? Ik haat dit. Nou, ik moet een beetje context geven. Kijk, het is een puzzel van mij. Dankjewel, persoon die het aan mij gegeven heeft. Ik vind het goud, ik vind het heerlijk. Haat dit. Maar ik maak wel eens een puzzeltje. En dan koop ik altijd expres zulke soort puzzels. Deze foto is 80% blauwe lucht. Daar word ik niet vrolijk van. Oké, ik ben een dankbare jongen, maar ik ben ook eerlijk. Ik zal niet zo snel aan deze puzzel beginnen. Ik verloot hem wel aan een van jullie. Laat ik het zo zeggen. Denk je nou, oh, die puzzel van Calvin die in de lucht springt, die zou ik wel willen. Laat dan even in de comments weten hoe het met je gaat. Nog veel comments voor die engagement. Cadeau nummer 4. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet ondankbaar. Maar ook wel weer een beetje wel. Wat hebben we hier? Swedish Vikings. Holy shit. Small Viking. X-Games. Boy, yo broer. Broski. Dit is harde. Ik vind het origineel bedacht. Fucking gruwelijk. Hoi yo, het is gewoon darten. Viking stelen. Oh, dit is scherp gek. Ah, dit is echt hard. Dit ga ik vanmiddag ook doen. We gaan afvragen hoe de Viking game eruit ziet. Nou, veel kijkplezier. Het volgende cadeau is dit. Pokémon Training Card Game Champions Path. Pokémon?
Hard hoor, hé. Is dit veel waard? Je hebt tegenwoordig YouTubers, waaronder Logan Paul, die zeg maar zo'n box koopt, maar dan uit 1996 of zo, weet ik veel. En daar zit dan een kaart in, die zeg maar 400.000 euro waard. En dan denk je, boeien. Deze box komt uit 2020. Ik ga even mijn team straks vragen wat hiervan precies de bedoeling is. Is het een soort van, zeg maar, bijzonder? Het volgende cadeau. We zijn nog lang niet klaar. Een paprika outfit. Chili peper. Chili peper kostuum. Yes, ik ga deze fucking altijd dragen. Thanks. Ja, thanks. Ik zal je even laten zien hoe het eruit ziet. Gruwelijk, hè? Ik vind het best wel grappig. Maar er zat natuurlijk een fucking paprika cadeau tussen. Dat kon niet anders. We gaan verder. Ik mag ook wel een beetje ondankbaar zijn trouwens. Want dit zijn mijn fucking knaken. Volgende cadeau. Wow, dit vind ik hard, broer. Oh my god. Dit vind ik zo hard. Ik word er bijna emotioneel van, gek. Empire State Building van Lego. Oh my god. Boys and girls. Jullie weten, ik heb een... Jullie kennen mij zo koulo goed. Nina koopt niet eens zulke goede cadeaus voor me. Ik meen het. Hopelijk dat Nina deze video niet kijkt. Waarschijnlijk wel. Het spijt me. Maar het is wel waar. Oh, dit vind ik zo hard, jongen. Oh my god. Volgende cadeau is fucking zwaar. Als ik een gok mag wagen, dan denk ik dat hier mest in zit. Ik heb laatst namelijk een video gemaakt waarin ik Senna ook 14 cadeaus gaf voor haar 14e verjaardag. Daar gaf ik haar ook mest of zo. Gedroogde mest? Ik denk dat ze dit nu ook gedaan hebben. Maar dan een zakje die twee keer zo groot is. Ja, 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 ja. Een prachtige zak potgrond. Dank jullie wel. Ik ga helemaal stuk. Ha, ha, ha. Ha, wat? Fantastisch. Maar guess what? Ik heb het nog nodig ook. Die tuin van mij, die ziet er niet goed uit. Wacht, ik ga even laten zien. Die tuin van mij ziet er niet goed uit, hoor, kan ik je vertellen. Dus jullie dachten misschien dat het grappig was, maar dit komt gewoon hartstikke goed van pas, ja? We gaan door met deze stapel. Ik hou van cadeaus. Wat hebben we hier? Oh my god! Oh my god, dit is zo tering gruwelijk. Ik ben weer helemaal het mannetje vanmiddag. Oké, ik loop even... Ho! Maat. 5 minutes later. Jongens, ik heb een probleem. Mijn hoofd is te groot. Mama, zit daar een water of... Kijk, hij zit gewoon net niet. Het werkt gewoon net niet. Hij is gewoon niet echt... Kijk, het hoort zo te gaan. Het ligt aan mij. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Mijn hoofd is gewoon fucking bowlingbal. Ah, het volgende cadeau. Wat hebben we hier? Dit lijkt wel een verkeersbord. Gokje. Ik denk dat dit zomaar wel eens een verkeersbord zou kunnen zijn. Met een straat of zo. Daar ga ik voor. Een straat. En daar staat dan iets grappigs. Bijvoorbeeld Calvijnstraat. Het is sowieso een verkeersbord. Dames en heren. Het is sowieso straat. Ik heb het sowieso voor de helft goed. We gaan ervoor. Dat het kan. Ja. Holy. Wow. Dit is beter dan alles wat je wil, jongen. Kijk dan. Groningen in Amsterdam. Calvijnstraat. Vind je die fantastisch? Mijn droom is om ooit een huis te hebben waarin ik een kroeg kan bouwen in de kelder. Gewoon hebben een kelder, bouw ik een kroeg in. Fucking gruwelijk. Elke vrijdagmiddag tot diep in de nacht naar de kloten. En dan hang ik deze op. Ik beloof het jullie. Dank jullie wel. De hovering shooting game? Op het water. Je moet het op water. Ja, dat is eigenlijk voor kinderen. Eigenlijk zijn dit voor de helft gewoon kindercadeaus die ik heb gekregen. Met uitzondering van deze grote vriend. Dit moet ik op water leggen en dan moet ik erop schieten. Ja, leuk. Zo'n floating ding heb ik nog niet. Leuk om te hebben. Enige probleem is, ik heb er geen vijver. Ik heb er geen zwembad. Zo kan ik het ook niet doen. Fucking onaardig. Ik weet het, maar dat is even praktisch. Ik vind het leuk. Ik ga het wel even een keer proberen. Top cadeau. Top. Het laatste en meteen ook het grootste cadeau. Jullie hebben lang gewacht op... Oh, ik snap hem. What the fuck is dit? Waarom heb ik een bak met water? Is dit? Ik denk dat jullie slim zijn en dat jullie deze bak met water voor dit drijvende floating target van Nerf. Ik moet allemaal... Zo, hallo. Dank jullie wel voor de bak water. Oh my god. Nou, 1000 euro verder. Oh, wacht. We hebben nog een pak met Pokémon kaarten. Ik ga hem gewoon openmaken. Het schijnt dat als je glimmende kaarten hebt, dat die zeldzaam zijn, dat ze bijzonder zijn. What the fuck, gek. Ik heb een Charizard. Ik heb net even gegoogeld. Je kan deze jongen voor 20 euro verkopen. Dus ik heb alweer een beetje geld terugverdiend. We gaan er even snel doorheen. Baylord. Tering, deze ziet er hard uit. Obstagoon. Kijk hoeveel die Obstagoon waard is. Ik kan er 45 dollar cent voor krijgen. Jammer. Mocht je nou kaartverwijpers zien komen waarvan je denkt... Nou,
die is fucking veel waard, Kelvin. Dan moet je even opletten. Dan moet je het even in de comments laten weten. Maar volgens mij valt het allemaal wel mee. Zit je nou te kijken en denk je, nou, ik kan het veel beter. Dan mag jij op mijn verjaardag, 19 mei of een paar dagen eerder mag ook, cadeautjes sturen naar dit adres. En dan als ze te leuk zijn, dan ga ik ze misschien wel uitpakken in de video. Ik heb even een afspraak, dus ik moet door. Bedankt allemaal. Love you. Dag. Bedankt voor het kijken.